Wacht even. Ik wil er tegenaan schieten. Yo, kom eens naar beneden. Ja, kijk, dat werkt. Nu moet ik dit vastpakken. Ja. En dan worden we gewoon omhoog getakeld. Yo, Nintendo fans. In de vorige Zelda Skyward Sword video hebben we via deze mysterieuze begraafplaats hier een deur opengemaakt. En waarschijnlijk zit er een klein meisje hier die we moeten zoeken. Dus we gaan nu naar beneden om te kijken of ze hier daadwerkelijk is. Dus als je dit vet vindt, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen, want dan weet ik dat. En als je nieuw bent, ja, zou ik het heel leuk vinden als je hier even op abonneert. En Oh jee, een harde schreeuw. Komt dat van binnen? Kan ik naar binnen? Ik kan naar binnen. Oké, we zijn binnen. Wat is dit? Holy moly, wat is dit voor gigantische Zubat figuur? Wow, oké dan. Wat is dit voor een gekke vijand, jongen? Oké, doe maar stoer. Hij heeft ook schilderijen van zichzelf hangen, zag je dat? Zal ik gewoon dit meisje meenemen? Hij zegt, wat is er? Waarom kijk je zo angstig? Is er misschien wat gebeurd? Ja, nee, ik weet niet. Moet ik jou slaan of zo? Kijk, Vleerels die zegt, stop, alsjeblieft, doe me geen pijn. Dat schiet er waarschijnlijk anders uit dat het in werkelijkheid is. Want ik doe niemand kwaad, hoor. We speelden een spelletje wie het hardst kon schreeuwen. Dat is toch een leuk spelletje. Laat het me je uitleggen. Ik heet Vleros en zoals je ziet ben ik een monster en ik woon hier in Skyloft. Ik ben dan wel een monster, maar ik doe geen vlieg kwaad. Die kleine meid is de enige die niet bang voor me is. Sinds ze me regelmatig bezoekt voel ik me echt in mijn nopjes. Ik zou ontzettend graag vrienden willen worden met iedereen op Skyloft. Maar je kunt je vast voorstellen dat het lastig is om het ijs te breken wanneer iedereen die me ziet verstijft van angst. Ik zou niets liever willen dan vrienden worden met de andere mensen. En er is een legende. Men zegt dat als mensen andere mensen blij maken, de blije mensen iets uitscheiden dat een dankbaarheidskristal wordt genoemd. En die zijn geweldig, want met zoveel dankbaarheid zou het mogelijk moeten zijn om van een monster in een mens te veranderen. Hij wil heel graag een mens zijn. We moeten een paar van die kristallen voor hem gaan fixen. En hij zal ons belonen voor de inzet. Nou, als jij nou even meekomt, nou, ze blijft hier tot het licht wordt en dan gaat ze naar huis. En dat moeten we even tegen mama zeggen. Oké, dan ga ik er weer vandoor. Super grappig dit. Meneertje Vleerels. Eens kijken of de mevrouw nog steeds hierboven staat. Oh, nee. Ze is gewoon naar bed gegaan, joh. Of stond ze hier? Anyway, ze is niet meer hier. Zo, we gaan weer even een tukje doen. En dan gaan we het goede nieuws brengen, wou ik zeggen. Maar ze is weer niet hier. Ja, hoe moet ik weten waar ze is dan? Dan ga ik maar eerst even wat kopen. Deze man wil echt dolgraag iets aan mij verkopen. Dus voor katapultliefhebbers, dan kunnen we 10 extra zaadjes opslaan. Nou, dat vind ik helemaal prima. Lijkt me een goed idee. Kan ik er nog één kopen? Kan ik dan 30? Zaadjes opslaan? Oh, dat is chill. Nou, vind ik wel weer even mooi geweest. Doei! Maar hoe moet ik nou weten waar die vrouw is? Ik weet al niet waar iedereen woont, joh. Ze zal ongetwijfeld hier ergens in het dorpje wonen, denk ik. Oh, wacht even. Hier is de map. Staat dan hier niet op waar zij woont? Of Pimmus en moeder? Sijsje en ouders. Ja, daar moet ik naartoe. Ze moeten terug over de brug. Is dat dan dit huis? Ja! Kijk! Sijsje is weer thuis. Ben je blij, mevrouw? Ik kan je niet genoeg bedanken. Ik kan eindelijk weer lachen en ik ben je eeuwig dankbaar. En hier hebben we inderdaad zo'n dankbaarheidskristalletje. We hebben er 5. Zouden dat er genoeg zijn? Denk het niet. Vleros, hier, ik heb 5 kristallen voor je. Hier, als teken van dank krijgen wij... middelgrote beurs. Kijk, nice. Nu kunnen we meer roepies gebruiken. Of nou ja, bij ons houden. Maar hij heeft er nog meer nodig om in een mens te veranderen. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar wie moet ik helpen dan? Ik wil het best proberen. Doe de booty shake. Boom, boom. Doe de booty shake. Boom, boom, boom. Maar luister, ik moet toch Zelda vinden, jongens. Dat is toch de bedoeling van deze game. Hallo, woont hier iemand die mijn hulp nodig heeft? Hier is helemaal niemand thuis. Hallo, is hier iemand? Ik wil iemand helpen. Er is niemand om te helpen. We moeten Zelda helpen. Wil jij geholpen worden? Frederik zegt, ik heb nog steeds geen spoor van Sijsje kunnen vinden. Ja, ik heb haar al gevonden, joh. Jij bent me toch ook dankbaar? Waarom krijg ik geen kristallen van jou? Ik denk eigenlijk dat we dan maar gewoon door moeten gaan. Door naar die rode beam daar zo. Wacht even. Ik wil er tegenaan schieten. Yo, kom eens naar beneden. Ja, kijk, dat werkt. Nice. Oké. Nu moet ik dit vastpakken. Ja. En dan worden we gewoon omhoog getakeld. Ik dacht het al, jongen. Wat lachen. Oké, hallo. What uppers? Wat ben je hier aan het doen?
Ik heb nu alleen bijna geen muntje meer over, want ik heb net al mijn muntjes uitgegeven. Maar dit is Beetle! Oh, maar dit is wel handig. Wat is dit allemaal? Dat is een extra beurs. Daarmee kunnen we nog 300 extra roepies fixen. Die kost 100 roepies. Ik ga eerst even kijken wat je nog meer hebt, Beetle. Want wat is dit bijvoorbeeld? Daarmee kunnen we meer voorwerpen in de buidel dragen. Nou, ik heb geen 300 roepies meer voor je, helaas. Hoeveel kost je netje? Kost 50 roepies. Die koop ik. Daarmee kunnen we insecten vangen, jongens. En dan hebben we hier nog een hartje. Hij verkoopt er voor 800 roepies. Ja, nee, dat heb ik nog lang niet, Mattie. Oké, ik ga weer. Doei, Beetle. Leuk om even in je winkeltje te zijn. Maar nu ga ik er weer vandoor. Hier staat Gauw en die zegt ook, ja, waar zou ze toch zijn? Ja, je bent toch ook weer niet op zoek naar Sijsje, hè? Wat is er aan de hand, vriend? Mijn zus is met haar lofwing gaan vliegen, maar ze is nog niet thuisgekomen. Gauw heeft gezocht, maar die kon het niet vinden. En wij moeten helpen om haar te vinden. Ze was nieuwsgierig naar het kleurrijke eiland dat laatst uit het niets verschenen is. Vermoed dat ze ergens in het zuidwesten is. Kleurrijk eiland in het zuidwesten? Even kijken, de groene straal is daar. Dat is naar het Faronwoud. En dan links daarvan zou iets moeten zijn. Nou, we kunnen wel even gaan kijken. Dus even kijken of we een kleurrijk eiland kunnen vinden. En anders gaan we naar de rode straal. Even kijken, daar is groene straal. En het zuidwesten is die kant op. Ik zie daar wel een eilandje. Ik denk dat hij dit eiland bedoelt, hoor. Dus even kijken of we dat kunnen bezoeken dan. Dat is helemaal daar, joh. Nou, dan moeten we even tempo maken. Moeten we even een behoorlijk stukje vliegen, joh. We gaan hier even doorheen knallen. Wee! Lekker. Zou dit inderdaad het goede eilandje zijn? Het ziet er wel uit als een gek eilandje. Alsof een van de casino-eiland of zo. Oké dan. Auw. Wat zijn we hier aan het doen, jongen? Kom dat zien, jongeman, zegt Dodo. Je vraagt je vanzelfsprekend af wat dit is en wat het voor moet stellen. Ja, absoluut. Wat is dit? Dit is de pretplek. Iedereen is hier welkom. Pret-eiland. Nou, mooi. En wat moet ik doen dan? Valt hier ook nog iets te doen? Of hij is nog bezig met alles klaar te zetten. Nou, dan denk ik niet dat we hier moeten zijn. Maar wat is dit voor Zelda-icoontje hier dan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh, tornado. Oh, nog meer tornado's. Maar ik wil toch echt even naar dit eiland toe. Ja, daar staat een kistje. Kistje, open de kist. Wat zit hierin? Zit hier ook dan weer zo'n stuk in? Nee, toch? Hier zit toch niet zo'n stuk in? Nee, er zit een hartstukje in. Ik dacht misschien zo'n stuk van het amulet. Maar ja, dat krijgen we natuurlijk alleen in de dungeons, in de tempels. Maar dit is ook chill. Dan gaan we nu echt daar naar de volgende tempel. Let's go! We gaan door het wolkengat. Ik denk dat ik mezelf nu kan laten vallen. Ja, oh nee. Oh nee, het is vulkaanland. Oh snap, oh snap. Parachutje. Ja, nu een keer geen faceplant. Dit is de Elden Vulkaan. Ja, dit ziet er wel behoorlijk intens uit. We moeten daar helemaal naar boven. Want daarboven zie je al dat daar de tempel is. De vulkaantempel. Ja, dit wordt intens. Ongeveer 65% van dit gebied is bedekt met lava. En de vele wezens die hier leven kunnen goed tegen vuur. En tegen de intense hitte van de inactieve vulkaan. Of nou ja, volgens mij is het een actieve vulkaan. We moeten voorzichtig zijn met hout en stof. Want die kunnen gewoon in de fik vliegen. En door te rollen of een draaiaanval te doen, kunnen we onszelf blussen. En ja hoor, daar gaat weer een stukje van de map open. De Elden Vulkaan. En dit gaan we goed checken in de volgende aflevering, jongens. Doe weer dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's. Is gewoon gratis, dus waarom niet? En dan zie ik jullie bij de volgende. Mazzel!